Ja, de coronaregels worden steeds meer aangescherpt en de meeste leraren van het Estel College werken dan ook vanuit huis. Maar vandaag zijn er mondelinge examens en dat doen we hier op school via de livestream. Het is voor mij weer heel bijzonder om dit op deze manier af te ronden met de leerlingen. En ik merk ook dat de meeste leerlingen het ook best wel heel spannend vinden om het op deze manier te doen in plaats van dat ze hier voor de klas staan. Ja, terwijl je eigenlijk zou denken dat het wel makkelijk is. Ja, maar de meesten zijn toch wel verrast en sommigen die hopen ook dat het het allemaal doet. Maar tot nu toe doet het het allemaal. We hebben goed geluid, we hebben goed beeld en het gaat gelukkig allemaal prima. Hallo, goeiedag. Hoi, hoi. Hallo. Ja, hoe is het om op deze manier eigenlijk alsnog je examen te doen? Ja, wel heel spannend. Spannender dan in een klaslokaal. Oké, dus dat is dan wel even spannend. Maar denk je dat het goed gaat komen? Ben je goed voorbereid? Ja, heel goed. En hoe zit het verder met de verveling? Dat valt nog mee. Omdat het nu natuurlijk buiten ook wel goed weer is. Dus dan kunnen we 's middags met elkaar naar buiten even skiën en wat fietsen. Dus, ik wens je heel veel succes met je presentatie. En dan gaan we eens even kijken hoe het gaat. Dat is goed. En mijn motief is dat ik er vol voor ga. Vol voor het pakketbak of gewoon voor bakken en pakketbakken gaan. Devin heeft net examen gedaan en heeft een 8,3 gehaald. Was in eerste instantie gezakt, dus had een herkansing. Maar we doen het met veel plezier en het is gelukt. En we zien toch ook wel dat je op deze manier nieuwe dingen kunt aanboren om toch het onderwijs straks in de toekomst ook op een andere manier vorm te gaan geven. Nou, jij hebt zojuist je presentatie gegeven en ik mag bekendmaken wat het cijfer is. Jij hebt een 7,1! Yes! Nee, daar ben ik echt heel blij mee. Echt.